Hallo mensen van GamingSB. Welkom bij een gloednieuwe nieuwe PokeTalk. En als er één ding is waar heel de Pokémon-wereld nu mee bezig is, dan is het Pokémon Go. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Vandaag gaan we het hebben over de top 10 Alola vorm. Laten we gewoon beginnen met nummer 10. Op nummer 10 staat Epom. Je weet wel dat aapje die je nu in beeld ziet. Ik dacht, wat nou al maak je van die Epom een fighting type. En dan maak je zijn handen iets groter en iets meer stompachtig. Op nummer 9 staat Persian. En Persian is altijd wel hij hoort gewoon bij Team Rocket. Ik bedoel Giovanni heeft een Persian de andere kut Team Rocket heeft een Meowth. Dus ik dacht als je van Persian en Meowth nou dark maakt. Dat zou zo nice zijn. Ik bedoel, ze horen al een beetje bij de gemene teams. Dus waarom maak je er niet bam, een dark type van? Op nummer 8 staat Luxio en Luxray. En eigenlijk Shinx ook een klein beetje. Ik dacht, wat nou al maak je daar een vuurtype van? En als Shinx evolueert naar Luxio, dark type! En dan bam, dan krijg je dit. En ik vond het best wel een vet ontwerp. Op nummer 7 staat Farfetch'd naar Grass. Want Farfetch'd is normal type. Ook al heeft hij een prei in zijn hand, dat lijkt me best wel een goede. Dan kan hij ook eindelijk blade. Op nummer 7 staat Rattata en Raticate. Maak er dan ook een dark type van. Dat lijkt me best wel nice. Gewoon een dark type Rattata en Rattate. Ik weet niet wat ik hiervan ga maken, welk plaatje nu in beeld komt. Maar het zal vast nice zijn. Op nummer 5 staat Epsil. En Epsil is natuurlijk al dark. En ik dacht, wat nou? Al maak je, volgens mij heeft hij dat bij de Mega ook, maar dat boeit me geen fuck. Geef je hem vleugels en dan wordt hij flying. Dat lijkt me zo tof om gewoon een flying appsel te hebben. En op 4 heb ik wheezing en coughing. Ik vind uh, poison vind ik eigenlijk precies goed, maar ik zat te denken meer smoke-achtig iets. Want smoke is natuurlijk ook fire. Ik bedoel, Smokescreen is niet voor niets een fire type. Maak van Weezing een fire poison type. Dus je maakt hem iets meer oranjeachtig en bam, je hebt denk ik een best wel mooie Pokémon. Op nummer 3 staat Lapras. En ook al weet ik dat ze al best wel veel met ice hebben gedaan, zoals Vulpix, Ninetales, de Ah nee, wacht, die is Dragon. Maar toch vind ik dat je Lapras naar puur... Ice Type. Ik weet niet hoe je daar dan op wil gaan surfen. Lijkt me best wel pijnlijk. Op nummer 2 staat Rapidash. En Rapidash, weet je, als je het vuur weghaalt en je geeft hem twee vleugels, bam, het is een soort Pegasus-achtig Pokémon. En op 1 staat misschien iets wat jullie niet van mij verwachten, maar het is de Gleisscore-line. En dan naar Steel. Wat nou al maak je die vleugels gewoon fucking steel? Dat lijkt me zo. Nice. En, en misschien hadden jullie andere Pokémons verwacht. Zoals Arcanine. En weet ik veel wat. Maar. Arcanine is al. Arcanine genoeg. Put En hiermee sluit ik de aflevering af. Vond je dit een leuke video? Duimpje, duimpje omhoog. Vond je dit geen leuke video? Vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.